hamburgers, smoothies, cupcakes. Ach, hebben jullie niet iets minder basic of zo? Zoals zoete aardappeltruffelfrietjes met zeewier-aioli. Alt Grrrl, je hebt nu al 15 minuten naar het menu kunnen kijken. Hier bij Bibi Diner draait het volledig om Glitter City nostalgisch eten. Oké, dan neem ik de salade van het huis. Maar zonder sla. En ook wat thee. Chai, alsjeblieft. Of wacht, boba. Nee, matcha. Ik weet het al, de thee Trinitas. Chai matcha boba, dat wordt hem. Wij serveren alleen gewone thee. En jullie noemen deze plek een restaurant? Probleem. Om boba thee te maken heb ik veel plek nodig. Nieuw op het menu, dit rietje gaat nu de boba thee in. Maakt niet uit wat je vindt. Er mag wel wat meer energie komen in deze tent. Hey Alt Grrrl, hoe gaat het hier? Super geweldig. Dus, heeft iemand je ooit al eens verteld dat je echt een super geweldige zangeres bent? Ik denk het. Oh, je zou het zeker professioneel kunnen doen als je zou willen. Misschien? Ik ben serieus. Oh, je zou moeten zingen voor Royal Bee en Honeylicious. Ik durf te wedden dat ze je zo een platencontract zouden geven. Tuurlijk. Ja, dat zal wel. Oké, laten we naar boven gaan naar Royal Bee en Honeylicious. Is alles klaar? Al het eten en drinken? En de versieringen? Ook klaar? 100%. Hoe zit het met de muziek? Let's go. Spin around, it's supersonic. Got that style, so iconic. Gonna play the remix on it. Click pose. We make a scene and rock the look. We bring the bass and killer hooks. We work crowd and we don't shout. Jij bent echt een rock queen, Alt Grrrl. Ja, zeker wel. Hoe zou je het vinden om de eerste act te zijn die we toevoegen aan ons nieuwe label? Super cool dat jullie me vragen, girls. Maar ik sta op het punt om een café te openen in het winkelcentrum. En ik wil kijken waar dat naartoe gaat. Echt waar? Nou, volg je hart, queen. Hey, luister. Ik realiseer me nu wat je voor me probeerde te doen. En ik wil alleen maar zeggen dat dat cool was. En het spijt me dat ik zo onbeschoft tegen je was. Je bent eigenlijk best wel oké. Dank je. Ik hoop dat we nu beter met elkaar overweg kunnen. Nu we... Ja, whatever. Maar het grootste nieuws is dat jij vanaf nu zoete aardappelfrietjes met zeewier-aioli op de menukaart hebt staan. Is dat niet cool? Wat? Heb je mijn menu veranderd? Zonder me zelfs maar te vragen of ik... Hey, dit is best wel lekker. Alsof ik dat nog niet wist. Alsjeblieft. Ik denk dat we dit weekend een themamenu nodig hebben voor de show. En ik denk dat ik dan eerst het thema moet weten. Het is een beetje tropisch regenwoud en een beetje... Klidderlama extravaganza. Eerlijk gezegd gaat het meer om de sfeer dan om alle details. Oh ja, zo werk ik ook altijd. Al mijn boba wordt vers gemaakt van sfeer en dromen. Oh! Wacht, hoorde jij dat ook? Geen reden voor paniek. Oh, jee! En wat voor sfeer is het nu, onverschrokken leider? Miss Clam bracht me net op een geweldig idee. Waarom zouden we van de marathon anders niet een vriendelijke wedstrijd maken? Spa-dag versus theetijd met katjes versus wat de bibliotheek daar dan ook voor ding heeft staan. Dat is een fashion makeover apparaat en dit wordt echt fabulous. Wow, top. Dus je doet mee. Wat krijgt de winnaar? Zeg niet het recht om op te scheppen. Kijk ons nou, dat hebben we allemaal al. Wat als de winnaar de nieuwe gemeenschappelijke ruimte een naam mag geven? Oh, nee. Wat als de winnaar het mag ontwerpen? Mogen we dat wel doen? We kunnen het Queen Bee vragen. Dit was haar idee, dus zij is de queen die de beslissingen maakt. Hey, Bibi. Yep. Wow, awesome! Ze vindt het een top idee. Dus de winnaar mag haar helpen met het ontwerpen van de gemeenschappelijke ruimte. Wat zeg... Alt Grrrl, waarom sta je zo naar me? Oh, heb ik al de hele tijd glazuur op mijn gezicht zitten? Jij brengt me net op een ander geweldig idee. Laten we samenwerken. Ik zorg voor de boba, jij voor de donuts. Samen zal niemand van ons kunnen winnen. Ik kan de diner beter niet onbemand laten. Wat? Het is hier binnen nog rustiger dan een bals, Grrrl. Ik denk echt niet dat je iets zult missen behalve de tijd van je leven als je, je weet wel, niet met me meegaat om te winnen. Prima, wat jij wil. Veel plezier met kijken naar rijzend deeg. Ah, ik doe mee. Ja. Ik vraag van jou, jou, jou en jou om jullie op jullie allerschattigst te gedragen. Begrepen? Ze zijn eindelijk afgekoeld. Dit is duidelijk niet mijn recept. Ik had gevraagd om hartige donuts voorbij mijn vanille meloen matcha boba thee. Niet zoiets basics. Sorry, ik dacht dat de zwarte peper en koriander bedoeld waren voor een stoofpot of zoiets. Het is al goed. Dit kunnen wel gratis samples zijn en je kunt gewoon mijn recept gebruiken voor de volgende batch. Maar weet je, zolang ik maar iets mag ontwerpen wat cool en edgy is voor de nieuwe gemeenschappelijke ruimte, ben ik blij. Zo, perfect. Wat een interessante smaak. Deze donuts zijn gemaakt van roggen met jalapeno, cheddar, matcha, glazuur. Cheddar mokka? Matcha. De cheddar matcha bagels zijn super origineel. Donuts. Ja, super origineel. Maar we moeten ook bij de andere winkels kijken. Dat is wel zo beleefd. Ja, we zijn niet graag onbeleefd, maar als je geglazuurde donuts hebt, komen we terug. Wow, waar rennen zij voor weg? Cheddar matcha donuts. Die hebben blijkbaar een te volwassen smaak voor hun kleine tienermondjes. Ik wil er wel een proberen. Deze smaken zijn zeker erg verrassend. Misschien werkt dit dan toch niet. Dit is misschien wel het allerlekkerste wat ik ooit heb gemaakt. Ziet er heerlijk uit. En het ruikt... heerlijk. Het ruikt... heerlijk. Dit is echt heerlijk. Help! Pittig! Oh, daar heb ik wel iets voor. Water. Is dat niet het allerlastigste boba thee recept ter wereld? Haha, nou en of ja. Ik ga het vandaag perfectioneren. Hoe gauw? Gauw, maar wel in ruil voor een gunst. Vertel iedereen hierover. Ik kan nog niet praten. Ik heb wel. Klaar? Het is showtime. Oké, chef, begin. Aanschouw haar mesvaardigheden, mensen. En nu het beste deel. Hoe ze de mango super zoet krijgt. Het is tijd om boba te maken van deze lekkere mango puree. Maar om dit te laten werken, moet de sfeer hier helemaal perfect zijn. Geacht publiek, denk aan positieve dingen. Kom op. Stop daarmee. Wat doe ik verkeerd? Je bent zo aardig. Ben je dan niet meer boos op me over eerder? Nee. Alt Grrrl, als je dit voor elkaar krijgt, is dat belangrijker dan die munten of een suffe wedstrijd. Kijk, hierom vind ik je dus zo vreselijk irritant. Niet alleen ben je de betere bakker, niet alleen zijn je donuts populairder dan de mijne, maar nu moet jij ook nog eens de betere persoon zijn? Niemand kan constant zo aardig zijn. Het is vreemd. Nee! Dit is niet grappig. Nu moet ik helemaal opnieuw beginnen. Wat betekent dat ik het recept nooit op tijd af ga krijgen. Ach, alles is geruïneerd. Dit gaat helemaal nergens over. Oké, misschien ben ik vandaag een beetje te intens geweest. Er is niets mis met een beetje passie. Maar je kunt leren je woede een beetje te beheersen. Het is maar een tip. Nou, ik had de tijd van mijn leven. Ik neem deze mee en vertel jullie vanavond wie de winnaar is. Luister, het spijt me dat alles een beetje uit de hand liep. Dit had gewoon een leuke wedstrijd tussen vrienden moeten zijn, weet je? Oh, je zei dat we vrienden zijn. Ja, alsof je dat niet al lang wist, joh. Wauw! Aan de positieve kant, deze mango's zijn echt verrukkelijk. Ze zouden een geweldige donutvulling zijn. Ja, we zouden samen wel een recept kunnen bedenken. Als je wil. Natuurlijk wil ik dat. Oké, maar eerst, heb je misschien nog tips om mango uit een kattenboom te krijgen? Miauw. Oh, perfect. Het is suikerspinroze. Ik dacht dat het leuk zou zijn om eens iets anders te doen, hè? Nou, dit moet ik zien.